Nou, welkom. Dankjewel. Even kijken, je komt hier voor je huid. Mm-hmm, en ja. Waar ik aan liep te denken was de tretinoïnecrème. Nou, tretinoïnecrème is een vitamine A-crème. Vitamine A-crème is een crème die voor heel veel toepassingen kunnen worden gemaakt. Maar het is eigenlijk een beetje de roem komt er vanuit dus dat het de enige anti-rimpelcrème is die zou werken. Nou, okay. Dat klopt ook. Je hebt op zich niet heel veel rimpels. Nee. Eigenlijk helemaal niet. Je bent hoe oud ben je? Ik ben 22. Ja, jeetje. Dus, Maar wat je wel een beetje hebt is, je hebt een klein beetje, een beetje acne. Nu heb ik het redelijk onder controle, maar ja, nu heb ik hier een beetje, ik heb altijd wel ergens een buisje. Oké. Okay. Ja. Nou, wat je zou kunnen doen is, voor de tretinoïnecrème is een heel aardig product of een recept. Dan kan je daar gewoon op smeren als je daar gewoon wat last van hebt. Dus daarvoor zou je kunnen gebruiken. Ja. Maar wat we ook zagen, en dat was dus aan dat deze je kant. Deze, ja. Dit soort vlekjes hebt. Ja. Eigenlijk kwam je daar niet voor, maar ik merkte het op. Ja. En daar zouden we wel wat aan kunnen doen. Ja. Nou, het is allemaal niet zo storend. Nee. Het is niet levensschokkend of zo. Nee, maar het is zeker wel fijn, zeker voor mij ook op camera, dat ik... Ja. Gewoon helemaal aflawless ben, ja, laten we zeggen. Nou, ja. Zo. Ja. Nou, dat is waar we kunnen doen, is we kunnen een combinatie doen. Dus van de tretinoïne en hydrochinon. En de hydrochinoncrème is eigenlijk om dit soort kleine onregelmatigheden te doen. Nou, ik zal je ook vertellen hoe lang het ongeveer gaat duren. Nou, ja. In principe voor rimpels. Mm-hmm. Dat zijn, dan duurt het lang. 3 tot 4 mm-hmm. maanden. Mm-hmm. Maar voor bijvoorbeeld puistjes. Zodat het ongeveer 3 tot 5 weken zijn. Ja. En bijvoorbeeld voor dit soort vlekjes mm-hmm. is dat ook 3 tot 5 weken. Oké. Okay. Hey, belangrijk is met de tretinoïnecrème is dat je een beetje weet hoe je het moet opbouwen. Het is in principe, je begint bij dag 0. Mm-hmm. Dan begin je met smeren. Ja. Nou, eigenlijk na 3 dagen kan je weer gaan smeren. Maar in de tussentijd moet je even kijken of je roodheid krijgt. Mm-hmm. Nou, ja. Als er geen roodheid is, dan kan je dus blijven smeren. Dan, ja. Daarna ga je naar dag 5, dus na 2 dagen ga je weer smeren. Mm-hmm. Als dat gewoon geen problemen geeft, dan kun je naar dag 6 kan je ook gaan smeren en naar dag 7 kun je ook gaan smeren. Mm-hmm. Dan heb je dus in 1 week heb je dus gewoon eigenlijk je opgebouwd naar 1 keer per dag smeren. Ja. Als er ergens roodheid optreedt, dan moet je even pas op de plaats nemen ja. en eventueel contact met ons even opnemen. Ja. Ja.